Kijkt naar de eerste aflevering van Het Leven van. Ik ben Sonny Schotten en vandaag ga ik een bezoekje brengen bij Sjors van der Meulen, een pianist die al jaren speelt en onlangs heeft zijn eerste cd uitgebracht. Kom je mee? Sjors is een docent economie. Dat is mijn beroep. En voor de rest, ik heb een hele mooie hobby, passie eigenlijk. Muziek. Dus ik ben bezig met nummers componeren. Dat vind ik echt heel erg mooi werk. Ik probeer er tegenwoordig ook de eigen teksten bij te schrijven. En dat vind ik ook hartstikke leuk. En dat zijn enkele gegevens over mij. Hoe lang speel je nou al piano? Nou, een heel lange tijd al. Ik denk dat ik piano speel. Ik heb ooit orgelles gehad van een wat oude en gebochelde vrouw. Ik kan me nog heel goed herinneren. In de Leidsestraat. Daar heb ik dus orgelles bij gehad. Dus die heeft me de basisbeginselen wat bijgebracht. Van het orgelspelen. Nou, en toen, ik was niet echt een slechte leerling. Dus de oefeningen die werden steeds moeilijker. Steeds noten. Nou, dat vond ik op een gegeven moment niet meer zo vreselijk leuk. En toen dacht ik, ik probeer het gewoon zelf een beetje uit mijn hoofd nummers na te spelen. Ja, toen dacht ik later ook van, je hebt ook nog een piano. Dat is wel een slaginstrument, dus daar kan ik lekker op tikken. Ja, ik probeer wat. Dus ik ben, zoals ze dat noemen, een autodidact. Ik heb mezelf wat aangeleerd. Als je uit school kwam, ging je gelijk achter je piano? Ja, ik kan me nog wel herinneren dat je moet dus best wel studeren natuurlijk. En terwijl het buiten mooi weer was en de vriendinnetjes en de vriendjes dus aan het spelen waren, zat ik maar al te vaak thuis met die oefeningen en de liedjes. Dus veel binnen zitten dan en studeren, want dan krijg je het beste resultaat. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik had de aardigheid er niet meer zo in. En toen heb ik dus die lessen stopgezet. Ja. Was je motivatie kwijtgeraakt? Nou, wel voor het studeren, dat klopt inderdaad. Ja, omdat noten lezen, het hoort er wel bij. Ik geef dus ook wel wat keyboardles. Maar ik zou zeggen, als ik een leerling heb, om echt dan mijn enthousiasme over te dragen, de liefde voor de muziek, vind ik belangrijker dan eigenlijk de noten. Maar ik vind wel dat je de basis wel moet kennen. Dus de noten moet je eigenlijk leren lezen. Maar dan zou ik zeggen van, als je de noten wat kent en weet hoe het eigenlijk officieel moet, doe het boek dan dicht en ga gewoon proberen uit je hoofd te spelen. Dat is het allermooiste wat er is. Heb je vroeger ook altijd voorbeelden gehad op basis van piano spelen of muziek? Nou, ik heb dan één groot voorbeeld. Dat is een beetje, ik beschouw me als de halfgod. Dan kijk, als ik hem zie spelen, ik heb het over een Canadese jazzpianist, Oscar Peterson. Misschien niet iedereen zal hem kennen, maar als ik hem zie spelen, en je mag het ook niet vergelijken, maar als je dan hem vergelijkt met mij, dan zou ik zeggen, hou er gelijk mee op. Dat is gewoon wat ik doe, het lijkt helemaal nergens op. Want die man die doet gewoon dingen, ik snap dat niet, hoe dat kan, dat kan. Hij doet dingen die zo waanzinnig goed zijn.
Ja, eigenlijk buitenaards. Dus hij is wel mijn voorbeeld geweest. Als ik dan Oscar Peterson opzet, dan begint dus alles in mij, begint te kriebelen en te wil ik. Nou ja, het is gewoon fantastisch. Heerlijk. Je hebt dus altijd bezig geweest met covers. Wanneer begon je nou eigenlijk echt met zelf dingen componeren of schrijven? Of? Nou, dat is al een tijdje geleden. Al een tijdje geleden, toen dacht ik van nou, je kan wel eens proberen om nou zelf dan te componeren. Een tijdje geleden al, maar misschien, ik weet het niet meer precies, 10, 15 jaar geleden. En dat heb ik toen kende ik een man, Otto, en die zei van nou, ik schrijf daar een tekst bij. Zwaar onderwerp, dat ging over het leven gaat door, heet dat. Nou, hij heeft de tekst geschreven, ik heb daar bij het nummer gecomponeerd. En ik vond het zelf echt helemaal mooi, helemaal goed. Want het punt is van, dat is ook wel leerzaam, ik heb er ook wel veel van geleerd. Want ik dacht toen, we hebben een goed nummer, tekst is mooi. Melodie is prachtig, fantastisch. Wat we nou zouden kunnen doen, is in een studio naar de studio gaan, een opname maken. Dus toen dacht ik van, nou, ik regelde ergens een zangeres. Die heb ik het een beetje voorgedaan van, goh, nou, dit is wat de bedoeling. Zo moet je dat zingen. Dus ze heeft dat een paar keer geprobeerd, ingezongen. Ik denk, nou, dit klopt wel ongeveer. Ik heb toen mijn keyboardje meegenomen, opnames ervan gemaakt. En ik denk, nou ja, ik denk, we zijn er. Hartstikke goed, prachtig, project is geslaagd. Ik denk, nou, ik kan gewoon thuis zitten, wachten totdat het geld binnenstroomt, want dit is het. Nou, er gebeurde gewoon helemaal niks. Ja, die Otto, die had geloof ik een familielid dat die overleed. En toen is op die begrafenis, is dat nummer één keer gedraaid. Nou, ja, en dat was het dan. En toen dacht ik, nou ja, ik snap het niet. Het nummer is zo goed, en zo mooi, en zo'n mooie tekst. Mensen talen daar niet naar. Pas de oplossing van het raadsel, dat kwam pas veel later in mijn leven. Dus ja, vorig jaar toen zat ik bij een vrouw, was ik op bezoek, kennis van me. Heel gezellig allemaal. En die, nou, die kreeg toen bezoek van haar dochter. En haar dochter die nam haar vriend mee, Rutger Bakker. En nou, we maakten wat kennis met elkaar. Zo van, nou, hallo, wie ben jij? Wat doe jij? En toen zei ik van dat muziek mijn hobby was, dat ik ook wel had gecomponeerd. Vond hij erg interessant, want Rutger die is arrangeur, producer. Hij had dan sound engineering gedaan. Ik denk, nou, dat klinkt leuk. Dus hij zei van nou, interessant George, dus stuur maar eens wat op. Dus ik heb toen een compositie die ik toen al had liggen, een andere compositie, genaamd Machteloos. Nou, daar heb ik even een hele snelle opname van gemaakt. Met een heel zo simpel klein apparaatje, een voice recorder. Nou, mp3'tje opgestuurd via de mail, computer, e-mail. Dus het gaat tegenwoordig heel makkelijk. En hij vond het mooi. Hij zei van, nou, daar gaan we mee aan de slag. Maar ik snapte niet wat dat is, van hoezo, we gaan ermee aan de slag. Ik snapte niet wat een arrangeur eigenlijk deed. Nou, en Rutger die is toen nootje voor nootje is hij gaan bekijken. Dit nummer, hoe zit het in elkaar? Hoe kan het worden verbeterd? Welke instrumenten worden, welke noten worden er gespeeld? Nootje voor nootje, hè? Dus heel erg op detail. En dan moet je nog een keer naar luisteren en nog een keer. En steeds wordt het nummer ietsje mooier. En als er een toontje ook maar even te lang klonk, dan kon hij dat dus weer bijschaven.
Dus dat nummer, dat is helemaal gaan groeien en gaan groeien en gaan groeien. Dacht ik, ja, als je echt iets wil met een nummer, dan moet je dus een, ja, toch een vakman erbij hebben. Iemand die heeft er echt voor doorgeleerd, zeg maar. Nou, die heeft er een eindproduct van gemaakt. Toen dacht ik bij mezelf wel, ja, dat had ik eigenlijk wel eerder kunnen uitzoeken. Stilzwijgen, spreek jij met je ogen. Een blik die ik zo graag ontwijk. Een tijdje geleden, toen zat ik bij de Walrus, wat heel veel mensen kennen, zat ik wat op het terras. En nou, het kan wel eens gebeuren dat het in het leven een beetje tegenzit. Dat je denkt, ja, ik weet niet meer, hoe moet het nou verder? Hè, het kan wel eens tegenzitten. En ik denk, nou, wat moet ik nou? Wat moet ik nou? Waar ligt mijn passie? Waar ligt mijn gevoel? Nou, ik heb een hele goede vriendin, Astrid Klomstra. En die zei van, nou George, wat doe je nou het liefste? Het allerliefste in je hele leven? Nou, wat mij dus te binnen schoot in eerste instantie, is van waar ik het meest gelukkig in ben. Ik ga zitten achter mijn keyboard, ik doe mijn ogen dicht en dan ga ik gewoon, nou, maken, creëren. En alles klopt dan. Het gevoel klopt, mijn gedachten die kloppen, je bent in een soort flow, noemen ze het tegenwoordig. Hè? Dan ben je even ruimte, tijd ben je kwijt. Je bent als het ware in een andere sfeer. Ja, en toen dacht ik, ja, dit wil ik eigenlijk gaan doen. Dit helpt mij een stukje verder. Nou, dan is dan de volgende vraag, waar gaan we het over hebben? Want ik moet liedjes ergens over schrijven. En toen vroeg Astrid van, nou, wat is nou een gevoel wat je ook wel goed kent? Een diep gevoel. Nou, en ja, ik heb vaak, als je naar tv kijkt en je krijgt al die ellende over je heen. Of het ligt ook wel eens in de privésfeer met bijvoorbeeld je ouders. Of dat je een gevoel kan hebben van, ja, ik voel me wel machteloos. Je wil dat mensen ook gelukkig zijn, dat mensen het goed hebben. En ja, mensen zitten wel eens in de shit. Het gaat wel eens heel slecht of heel slecht. En dan ja, ik had wel vaak dat gevoel. En toen ben ik dus gaan zitten. En dan ga je dat echt weer voelen. En dan is het ook niet zo moeilijk om dan die akkoorden erbij te vinden. Dan denk ik, het is een beetje somber. Het is natuurlijk niet een heel vrolijk nummer geworden. Dat snap je ook wel. Niet dat ik niet vrolijk ben, want ik hou ook van, hè, van leuke dingen. Maar ja, goed. Het hoort erbij. En dit hoort er ook bij. Dus eigenlijk is het zo dat zo'n nummer, dat komt dan, nou, in een paar uur vloeit dat wel uit mijn handen. Of staat dat er wel? Alleen toen dacht ik ook van, nou, de woorden, die kwamen niet. Ik één woord, dat schoot door me heen. Dat woord machteloos. En toen zei Astrid van, nou, ik wil wel eens kijken van, want die heeft ook een drukke praktijk. Maar die kon een ochtend ervoor vrijmaken. Van, nou, die wou wel eens even kijken of zij een tekst erbij kon schrijven. Heeft ze gedaan. Nou, die tekst die vond ik heel erg mooi. Dus vandaar dat het nummer inderdaad zo tot stand is gekomen. En dat zou dus weer in een laadje zijn verdwenen. Als ik niet dus die man, die jonge man, was tegengekomen, Rutger. Zo. Maar ja, we zaten wel met een klein vraagje. Er moet worden gezongen. En ik wil het nummer, of ik wil eigenlijk wel nummers maken voor anderen. Ik hoef daar zelf niet mee, ja, bekend of beroemd te worden. Interesseert mij niet zo. Als ik bijvoorbeeld een schitterend nummer kan schrijven voor een bekend artiest. Nou, dat zou ik fantastisch vinden. Alleen, ja, dat nummer, er moest iemand dat nummer gaan zingen. Ja, wie dan? Nou, toen ben ik dus echt hoor. Ik ben gaan kijken naar zangeressen. Ik ken bijvoorbeeld, die kent, half Leeuwarden kent bijvoorbeeld Ellie May wel. Ellie May zingt bij de Big Band. Vroeger van Jelle Buizing. Dat is een hele goede zangeres. En toen dacht ik, nou, zou het niet wat voor haar wezen? Of ik kende ook nog wel andere zangeressen. Nou, toen zei die arrangeur, Rutger, die zei van, nou, waarom probeer je het zelf niet?
En toen keek ik hem aan, toen zei ik, nou, ik ben zeker gek geworden, want eerlijk waar, ik kan niet zingen. Ik kan niet zingen. Dat we zeggen, ik heb nog nooit, nooit zangles gehad. En ik schaam me altijd ervoor om het te doen. Ik vind het heel, het voelt heel kwetsbaar. Ik doe dat gewoon niet. Nou, hij drong aan, ja, of ik het toch maar wilde proberen. Ik denk, nou ja, ik heb wel een beetje de zenuwen, want hij heeft een hele grote microfoon. Thuis, in zijn studiootje, zeg maar. En ja, probeer het dan toch maar. Nou, ik had niet eens meer tijd om zenuwachtig te worden, want voordat ik het wist, zong ik dus die tekst. En het gekke is, moet ik je zeggen, Sonny, dat ik voelde me op dat moment precies zoals ik dat nummer zong. Namelijk, ik voelde me machteloos. Een droombeeld, laat mij de zon zien. Die eens jouw lach weer wakker is. Tot dat moment hou ik mijn ogen dicht. Ben slaapgezust. Zingen ben je dus ook nu leuker gaan vinden dan voorheen? Ja, nou ja, wat ik al eerst zei, van ik durfde dat niet. Omdat ik dus van mezelf vind nog een beetje van ja, ik kan het niet. En toen zei die Rutger, die zei, nou, het zou niet verkeerd zijn als jij eens gewoon zanglessen neemt. En daar word je niet minder van. En hij zei ook, van, hij heeft me ook iemand aanbevolen, Petra Schreurs. Hij zegt, als je zanglessen bij haar neemt, dan gebeurt er wat. Het is niet alleen het zingen van een deuntje. Want je hele persoonlijkheid is in het geding. Wat je voelt, hoe je staat, hoe je ademt. Want wat je voelt, dat is emotie en dat komt direct op die stem. Dus alles komt aan de orde. Dus het is niet alleen van techniek en doe iets na, zing een deuntje. Er komt heel, heel, heel veel bekijken. En toen ben ik inderdaad naar deze zangpedagoge gegaan, deze zanglerares. En ik heb 12 lessen bij haar gevolgd. Ontzettend leuk. Heel veel plezier gehad. Ze weet weer op basis van enthousiasme dat gewoon die lessen invulling te geven. En het is dus niet iemand die zegt van nou, moeilijke oefeningen krijg je mee en noten lezen. Niets van het alles. Ze gaat gewoon kijken van nou, wat voor nummers voor jou nou leuk? Wat zou je willen gaan doen? Ze geeft je hele praktische tips. En ik denk wel dat ik was misschien niet de makkelijkste leerling. Maar ze heeft me best wel onder handen genomen. En ja, er moet natuurlijk dan heel wat gebeuren. En ja, ik ben er nog maar net mee bezig. Maar je begint het ook steeds leuker te vinden. Ik zou bij wijze van spreken iedereen kunnen aanbevelen. Ga op zangles. Want er komt een heleboel komt er bekijken en komt er ook los. Wil jij zijn? Als ik ooit zal overgaan. Het nummer wat hierna komt, Wil jij er zijn? Dat vind ik al heel anders klinken. Het is nog wel een beetje aan de zware kant. Het gaat eigenlijk over van mijn ex-vriendin. Die heeft dus een keer een opmerking gemaakt. Zo, die heb ik gewoon opgepikt. Die vroeg zich af. Als hij ooit later toch doodgaat, dat doen we allemaal. De vraag van, Wie is er dan bij me? Wie zal er zijn dan? En toen dacht ik later, goh, heftig. Heel heftig. Maar dan denk ik, het gevoel is er. Heftig, het gevoel. Kan ik daar een nummer van maken? En toen dacht ik ook van, nou ja, Astrid, die kan prachtige teksten schrijven. Laat ik dat nou eens zelf proberen. Dus toen heb ik dus alles zelf gedaan. En spelen, en zingen, en componeren, en de tekst dus. En zo is dat nummer dan tot stand gekomen. Smaak te pakken eigenlijk in best wel korte tijd, gezien van je hele muzikale carrière, zeg maar, in korte tijd best wel een keerpunt. Ja, dat is inderdaad zo'n keerpunt. Als ik deze man niet had ontmoet, ja, wat doe je als muzikant, als pianist? Je treedt heel af en toe wel eens op, als op achtergrond ergens spelen,
wel eens op een feestje speel je wel eens. Je componeert wel eens wat. En dat is het dan. Voor de rest gebeurt er niks meer. En als je dan inderdaad de juiste man op de juiste plaats, op het juiste tijdstip tegenkomt. En je ziet wat hij dan met jouw muziek kan doen. Dan denk je van nou, dit begint ergens op te lijken. Dit kun je dus ook aan andere mensen presenteren. Dit is inderdaad een product. En dan denk ik, ja, maar wacht eens even. Wat zit er nog meer in? Want als je dan goede feedback krijgt, dan denk je, nou, ik heb de smaak te pakken. Het is een beetje aan een late kant in mijn leven. Ik ben er ook alweer 52, maar ja, het is natuurlijk weer een begin. Vasthouden bij mij, terug naar de roots en gewoon muziek blijven maken. Ja, dat is inderdaad, het is en blijft mijn passie. En ik hoor heel vaak muziek in mijn hoofd en ik word er vaak gelukkig van. Ik kan ook hele treurige muziek kan prachtig zijn. En ja, het leven zonder muziek is voor mij een beetje kaal en een beetje leeg. Stilzwijgend spreek jij met je ogen, een blik die ik zo graag ontwijk. Het laat de diepe krassen op mij.